Goedemorgen en welkom bij Baking for Fun. Mijn naam is Amanda en vandaag ga ik een hele speciale video voor jullie opnemen. Ik ben vandaag namelijk in slagerij Van der Toorn in Hellevoetsluis en daar gaat Kevin van der Toorn, de slager, ons laten zien hoe jij de perfecte kokosbuster kan bakken. Kevin, slagerij Van der Toorn, Hellevoetsluis. Ik ga jullie vandaag het een en ander laten zien op het gebied van biefstuk. Kogelbiefstuk hoofdzakelijk. Ik verkoop vooral limousine rundvlees, puur scharrel uit Frankrijk. Het gebieden waar geen zware industrie is, waar de koeien lekker vrij en blij op het land lopen. Dan ga ik jullie dadelijk laten zien hoe je het beste biefstuk kan bakken en een stuk uitbenen of uitsnijden. Te laten zien wat voor delen het bestaat. We gaan nu de bovenbul splitsen. De bovenbul zit, ze noemen het een bovenbul, maar hij zit eigenlijk aan de binnenkant. Bij een rund, hier zit het heupbeen normaal, hier zit ook een slotlap, noemen ze dat. Hier heb je de achterzijde en we gaan hem zo openmaken. Ik kom uit Frankrijk, het is daar geboren, geslacht. En hier in Nederland wordt het uitgesneden in Utrecht. En zoals je kan zien is het voorlopig houdbaar, het is nog niet zo lang geleden geslacht, dus het kan rijpen. En rijpen is nooit erg voor vlees. En we gaan hem nu opensnijden. Hier lopen allerlei aders. Nu ben ik zeg maar de deksel aan het afhangen te halen. Die bestaat ook weer uit verschillende delen. En dat kan je niet echt eten, denk ik. Ja, het is allemaal eetbaar, alleen het is geen biefstuk. Nee. Je hebt hier zo, loopt zeg maar de kogel. En dan heb je hier zo loopt de bijkogel, noemen ze dat, dat hij erbij zit. Die kan je als biefstuk verkopen. Dan nu gaan we de deksel er helemaal aan het afhalen. Dan draaien we hem om. Deksel, daar kan je meerdere dingen van maken. Je kan de stooflapjes van maken, stoofrolladen. Je kan de coulette van snijden, je kan de tataar van draaien. Als je hem helemaal schoon hebt. Nu hebben we hier zo hebben we de deksel. Hier snijden we het slotlapje eraf. Hier loopt nog een deel. Dat noemen ze de deksellip. Slip hebben we eraf. Dan gaan we de bijkogel eraf halen. En dan hebben we de deksel in zijn geheel. De bijkogel, deksellapje. Dan heb je al één stuk vlees, het bestaat uit vier delen. De bijkogel is vrij zacht, dus daar kan je van alles mee doen, zeg maar. Nu hebben we een bovenbil,
Dan heb je een vast deel en je hebt de kogel bovenbil. Dit grote deel is het vast deel. Het is gewoon biefstuk. Het is geen kogelbiefstuk. De kogel zit echt, die ik er nu uit ga halen, zeg maar. Dat is de echt, dat is alleen een onderdeel kogel. Dus van zo'n groot stuk vlees heb je eigenlijk maar beperkt kogelbiefstuk wat je overhoudt. Nu ben ik de kogel als het ware eraan het uitrollen. Dit is eigenlijk de kogel. Het zijn stukken vlees die wegen ongeveer 2 kilo. De rest, dit is ja, biefstuk deel, vast deel. Kan biefstuk, kan de zijkant kan je voor rosbief gebruiken. En voor de rest ja, is het eigenlijk alleen biefstuk dit. Als we naar de hele koe kijken om te bedenken waar de biefstuk vandaan komt, gaan we naar de achterkant. En dan hebben we hier dit stukje en dit stukje. Is wat we net hebben gezien op de snijplank van Kevin. En dat is waar ongeveer de biefstuk vandaan komt. Is inmiddels 2 uur uit de koelkast ongeveer, zodat hij op kamertemperatuur komt. Nu wordt het biefstuk gekruid, vooraf alleen met peper en het zout komt na de rand pas. Doe dat gewoon naar smaak, hoeveel je lekker vindt. De een houdt van veel peper, de ander van weinig peper. De boter vast in de pan. En dan zorg je dat de boter helemaal goed heet is voordat de biefstuk erin gaat. Nou, olie is inmiddels lekker bruin geworden en dan kan die de pan in. Daar komt hij. Nou, de biefstuk is klaar. Hij heeft ongeveer 2 minuutjes aan elke kant gebakken. Het biefstuk ligt lekker even te rusten. Hij is ongeveer 2 minuutjes aan elke kant gebakken. Het is belangrijk dat je je biefstuk na het bakken laat rusten. Zodat de spieren ook weer de kans krijgen om zich te ontspannen. En zoals je ziet, heerlijk goudbruin gebakken. En straks gaan we hem aansnijden. Dan zal je zien, nog een klein beetje rauw van binnen. Maar dat hoort bij het biefstuk. Dat is lekker. Dat mag ook.
achteraf nog een beetje zout erop doen. Want dat hadden we voor het bakken nog niet gedaan. Dit is hem geworden. Een heerlijke gebakken biefstuk in de slagerij van Kevin van der Toorn. En hij ziet er mooi uit. En zoals jullie gewend zijn, ook al ziet hij er mooi uit, hij moet ook lekker smaken. En ik heb er geen enkele twijfel over dat hij lekker smaakt. Maar tuurlijk ga ik het wel voor jullie proberen. Met zijn vork niet nodig vandaag. Super lekker zacht. Echt met niks vergelijkbaar. Vergeet de supermarkt biefstuk. Dit is echt heerlijk. Echt lekker. Zo wordt het elke dag een feestje om jouw lekkere biefstuk te maken. Biefstuk eet je natuurlijk niet elke dag, maar als je het maakt, maak hem dan zo. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Baking for Fun. Ik heb nog een beetje een volle mond. Heel veel succes met bakken en ik zie jullie heel graag weer. En heb jij al geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Hieronder in beeld zie je een groen poppetje. En als je daarop klikt, word je wekelijks op de hoogte gehouden van mijn nieuwste video's en bakcreaties. Heel graag tot volgende week!